Kwetsbaar zijn, open zijn over je autisme, dat is het thema van vanavond op je werk. En naast mij zit Karen van der Bos, welkom. Je bent zelfstandige. Wat doe je precies? Wat ik op dit moment doe is eigenlijk vrij divers, maar het merendeel schrijf ik. Daarnaast doe ik onderzoek, ben ik content manager voor een website en ben ik actief op vlak van autisme. Mm-hmm. Wat misschien wel interessant is om te vertellen is dat ik dat nog niet zo heel lang doe. Dus dat ik ook mezelf eigenlijk zie als een startende zelfstandig ondernemer. Ik heb de afgelopen ongeveer 20 jaar in de Wajong gezeten op basis van 80% tot 100% afgekeurd. En ik ben nu sinds enige tijd bezig om op freelance basis werk te verzetten. Best wel een avontuur, hè? Dat is een heel avontuur. En ik realiseerde me net ook dat dat iets is wat ook heel geleidelijk en heel organisch gegroeid is. En dat, ja, als je 20 jaar niet gewerkt hebt en nou opeens wel, dat dat ook best een ding is, eigenlijk. Maar dan sta je voor de grote opdracht om je eigen geld te verdienen. Ook. Ja, misschien nu nog even met steun van de Wajong, dat weet ik niet. Ja, ik heb inderdaad, ik kan nog terugvallen op de Wajong inderdaad. En het gaat goed. Ik krijg gelukkig steeds meer opdrachten. Dus het ziet er nou uit dat ik ook langzamerhand uit die Wajong ga. En dat als het zo doorgaat dat dit ook het eerste jaar wordt dat ik misschien volledig als ondernemer draai. Top. Heb je er schik in? Vind je het leuk? Ik heb er zeker schik in. En wat ik fijn vind is vooral dat het zo heel geleidelijk is gegaan en heel organisch. Dus het is niet zo dat ik van de een op de andere dag zei, ik word ondernemer. Het is veel meer iets waar ik ingerold ben, omdat ik als vrijwilliger actief was. En daarna als ervaringsdeskundige actief werd. Op een gegeven moment ging de tijdgeest, die werd zo dat je betaald werd, dat steeds meer gewoon werd om ervaringsdeskundigen te betalen voor hun inzet. Dus toen werd ik betaald voor mijn inzet. Ik ging andere dingen doen. En Speelde zelfvertrouwen daar ook een rol in? Nee, in mijn geval was dat niet. Zat het hem daar niet op vast. In mijn geval zat het echt vast op wel op mijn kwetsbaarheden. Dat ik toch niet zo belastbaar was, veel klachten, veel symptomen had, waardoor ik simpelweg ook niet kon werken. En ook heel geleidelijk op ben gaan bouwen. In de afgelopen jaren ook een aantal reïntegratiepogingen gedaan heb, waarbij ik dan meestal binnen de 6 weken ook net zo hard weer uitviel. Maar als je dan terugkijkt op het afgelopen jaar, hè, want ik bedoel, je bent toch mooi op gang gekomen nu. Ja. Zitten die kwetsbaarheden die je nu meer of minder in de weg? Minder. En ik denk dat dat komt omdat ik misschien ook deels dat de tijdgeest nu zo is. Dat je gewoon ook als ervaringsdeskundige dat ook wat gebruikelijker is geworden om mensen ook te gaan inzetten als ervaringsdeskundige. En ook door de manier waarop ik met veel vallen en opstaan heb geleerd om nu zelf mijn werk te organiseren. Waarbij ik veel meer rekening hou met belasting en belastbaarheid. En zie je het aankomen dat er het moment is waarop je uit de Wajong stapt en het helemaal zelf doet? Ik vind hem gewoon nog heel erg eng. Omdat ik zei, ik heb al wel 5 reïntegratiepogingen gedaan. Ik heb tussendoor perioden gehad waarin ik weer gewoon een baan had van 32 uur. En na een tijdje gewoon weer uitviel en net zo in de Wajong terugval. Ja, ja. Dus bij poging nummer 5 roep je niet meer zo heel hard van. Ja. Dus ik ben daar gewoon ook zelf voorzichtig in. Ik weet niet eens of ik het echt zou willen, omdat ik wel weet dat ik periodes van terugval heb. Ja. En dat mijn psychische kwetsbaarheid wel zo grillig is dat er altijd weer periodes van crisis en terugval komen. Ja. Dus dat ik het eigenlijk niet eens durf los te laten. Nee, dat snap ik. Maar jij staat er dus in je eentje voor. Hè? Je kunt niet naar je baas en je kunt niet naar een werkgever en zeggen van, nou, zo zit het bij mij, kun je er een beetje rekening mee houden. Dan zit ik wat beter in mijn vel misschien op mijn werk. Je moet het allemaal zelf organiseren. Ja, nou, dat vind ik de enorme luxe van het freelancer zijn. Dat is denk ik ook waarom ik nu sta waar ik nu sta. En waarom ik nu in feite wel gewoon mijn eigen inkomen verdien. Omdat ik het zelf kan regelen. Omdat ik zelf alles kan structureren. Omdat ik wel degelijk kan aangeven van nu gaat het wel, nu gaat het niet.
werk ik vandaag maar even niet. Dan schuif ik het maar even door. Hè? Dat is wat ik heb bedoelt. Alle vrijheid, alle zelfstandigheid. Ik kan het volledig op mijn eigen stemming regelen. Als ik een dag depressief ben, inderdaad, dan doe ik het niet. Dan doe ik het morgen wel weer, of volgende week, of over een maand. Maar dan kom ik even terug. En dan denk ik even aan de opdrachtgever. Die heeft een deadline gesteld. Die zegt, ja, Karin, ik wil vrijdag dat verhaal hebben, hè, van je. Dat hebben we afgesproken, ja, toch? Nou, om een of andere reden haal ik mijn deadlines eigenlijk altijd wel. Maar die zijn ook wel vaak zo ruim. En in mijn geval is plannen en organiseren is wel een kwaliteit van mezelf. Dus ik kan dingen goed plannen, zodat het eigenlijk altijd wel uitkomt. Ja. En daarnaast werk ik dus in de hoek van autisme en in ruimere zin disability, beperkingen. Wat misschien ook gewoon een fijne sector is. En waarin ik dus ook aan de slag ben gegaan of binnen ben gekomen vanuit de ervaringsdeskundigheid. Ja. Ondertussen doe ik inhoudelijk hele andere dingen. Maar nog even terug naar die opdrachtgevers. Hè. Ik zat te denken, terwijl je dat zat te vertellen, zou jij je voor kunnen stellen dat je misschien nog in een betaalde baan ergens in een organisatie terechtkomt? Nee, ik zat er toevallig aan te denken. Want ik heb soms wel de mogelijkheid. En ik kan het me wel. Ik zeg ook niet. Maar ik merk dat ik op dit moment de vrijheid heel erg fijn vind. Omdat me dat ook de meeste ruimte voor mijn eigen creativiteit geeft. En ik, wat ik zei, veel en dingen op. Passen in je leven, werken. Ja, maar ook de inhoudelijke. Dit is echt heel inhoudelijk ook, omdat ik dus dingen doe op het gebied van autisme. En ik zou voor één organisatie kunnen werken, laten we zeggen Nederlandse Vereniging voor Autisme. Of een andere opdrachtgever. Maar dan heb ik die organisatie. En wat ik nu doe, is ik kan daar buiten en boven staan en verbindingen tussen al die organisaties leggen op het gebied van autisme. Ja, dat is ook precies wat ik doe. Ja, dit werk vind je veel boeiender eigenlijk. Ik vind het veel boeiender. En ik kan nu vanuit mijn rol van, ondertussen consultant en adviseur ook. Dat is ook precies wat ik doe. Ik werk nu voor PAS Nederland. Ik werk voor de NVA. Ik werk voor Disability Studies op het gebied van autisme. Ik werk voor de academische werkplaats autisme. Ik doe zelf eigen onderzoek. Je doet dus eigenlijk wel heel veel in het domein autisme. Ik doe veel, dan, maar omdat ik nu me niet aan. Ja, omdat ik kan nu een verbinding leggen tussen al die partijen. Ja. En daar ook mijn eigen geluid in laten horen vanuit een. Wat ik bijvoorbeeld belangrijk vind inhoudelijk op het gebied van autisme, is dat er meer aandacht komt voor de culturele en sociologische invalshoek en de filosofische invalshoek. En dat geluid kan ik nu laten horen. En dan ben ik niet of minder gebonden aan één bepaalde stroom van onderzoek of één bepaalde stroom van onderwijs. Ja, mag ik je even onderbreken? Want ik vind het op zich een boeiend verhaal. Maar ik wil nog even terug naar wat meer de praktische kant. Want je bent een voorbeeld, vind ik ook, voor mensen die overwegen om ZZP'er te worden. Om die stap te zetten. Ik vind jouw verhaal daar wel bijna een soort aanmoediging in. Maar nog even praktisch. Dan denk je bijvoorbeeld na over een website. Heb je een website van jezelf of van je bedrijf? Nou, je weet al vanuit ons voorgesprek dat ik die niet heb. Ja. Dus dat het ook heel geloofwaardig is om mezelf neer te zetten als webredacteur. Ik ben inderdaad vooral druk met het schrijven voor andermans websites. En die van mezelf is under construction, zoals dat zo mooi heet. Ja, maar dat fascineert mij een beetje, want je moet jezelf verkopen. Dat is toch een soort acquisitie die je moet doen, hè, om aan werk te komen. Wat zijn daarin de hobbels? Waarom komt die website er zo moeilijk? Dat is niet alleen maar omdat je druk hebt met je eigen werk, maar ook heeft het blijkbaar niet zo'n prioriteit, omdat je je nog niet helemaal. Ben je er al uit dan? Ja, ik weet precies wat de hobbel is. Ik vind het heel lastig om mezelf te presenteren, om een of andere reden. Daar struikel ik gewoon enorm op. Ik heb het altijd veel liever over de inhoud dan over mij. Maar de boodschap open zijn over jezelf, is dat wel een boodschap voor jou dan? Wees open over je autisme? Of is dat een boodschap die je liever niet, die voor jou, aan jou niet besteed is? Jawel, ik denk wel dat je open kunt zijn over jezelf. Maar dat is. Ik zie mezelf als vrij veelzijdig. Ik doe heel veel verschillende dingen. Ik denk sowieso dat mensen. Dat je op heel veel manieren naar jezelf kan kijken. En precies dat.
dat ik besef dat je op zoveel verschillende manieren kan kijken en zoveel verschillende invalshoeken kan hebben, dan denk ik af en toe, welke zal ik nou kiezen? Yeah. Maar zou je op zo'n website in het hoofdstuk over mezelf ook iets zeggen over je kwetsbaarheden? Tot bepaalde hoogte. Ik noem wel dat ik actief ben als ervaringsdeskundige, dat ik actief ben op het gebied van autisme. Dat is wat anders dan, ik voel me niet geroepen om mijn hele hebben en houden op internet te zetten. Ik zou het kort aanduiden, maar ik hoef niet mijn medisch dossier op internet te zetten. Ik hoef niet mijn hele geschiedenis in de GGZ met alle bijbehorende symptomen en klachten. Dat gaat me veel te ver. Ja. En als we het hebben over zo'n thema, hè, vind je dat mensen, en Brené Brown had het er ook over, dat je je kwetsbaarheden wel moet tonen omdat dat wat oplevert? Of moet je ze er helemaal niet benoemen? Ik ken bijvoorbeeld ook een jongen, die heeft ook autisme. Die heeft een animatiebureautje. Mm. En die weigert iets over zijn autisme of over zijn kwetsbaarheid daarop te zetten. Hij zegt, maak gewoon mooie animaties, klaar. Ja, ik vind die hele discussie veel te zwart-wit, eerlijk gezegd. Van zeg ik het wel, zeg ik het niet. Dat is alsof je één keuze maakt die altijd en eeuwig geldt. En dat is het volgens mij niet. Het is heel erg van de context afhankelijk, van de situatie, van je eigen stemming van dat moment, net waar je zin in hebt, waar je hoofd naar staat. Tenminste, zo gaat het bij mij. Dus ik zou niet zeggen van, oh, zeg het altijd wel, zeg het altijd niet. Soms neem ik me voor om niks te zeggen en heb ik het bij de introductie al gezegd. Op andere momenten denk ik, oh, ik begin erover en dan is het helemaal niet relevant. Zie je nadelen ook? Want te veel open zijn? Ik zie geen nadeel aan open zijn. Dat is wat anders dan even zien. Ja, soms is het probleem met zeggen dat je autisme hebt, dat het lijkt alsof je heel veel zegt en je eigenlijk niks zegt. Want het is zo'n paraplu-begrip, dus wat zeg je dan eigenlijk? Dus ik denk dat je soms duidelijker bent door gewoon te zeggen van, nou, ik ben moe of ik heb last van het licht, ik heb last van het geluid, dan door te zeggen, oh, ik heb autisme. En dan denken dat de ander jou begrijpt. En die ander heeft een heel ander beeld van autisme in zijn hoofd. Die denkt aan Rain Man of zo. En dan uiteindelijk praat je compleet langs elkaar heen. Ja. En ik denk dat het ontzettend van de context afhankelijk is. Dat het soms iets toe kan voegen. Maar het moet wel, ik vind het moet wel echt iets toevoegen. Het heeft voor mij geen zin om dingen te roepen om het roepen. Nee, nou ja, iets kan wederzijds begrip bevorderen. Dat is zo'n veelgehoorde reactie. Begrip van collega's, begrip van... Alhoewel, we hebben ook reacties gekregen van mensen die zeiden van, nou, we hebben verteld op... Ik heb over mezelf verteld op het werk. Ja. Ik heb verteld over mijn autisme. En nou word ik in één keer anders benaderd als als sneu en zielig. Helaas is dat ook mijn ervaring. Terwijl ik, nou ja, omdat ik werk op het gebied van autisme en als ervaringsdeskundige daarmee bijna per definitie open ben. In elk geval op het moment dat je zegt, wat doe je? Ja, nou ja, ervaringsdeskundige autisme. Maar toch vind ik dat mensen wel, je soms wel degelijk anders gaan benaderen. Ik heb echt wel gemerkt dat je soms benaderd wordt alsof je een klein kind bent. Alsof je de ander niet begrijpt en dat ze dan op een soort, overdreven duidelijke toon gaan uitleggen wat ze bedoelen. Nou ja. Terwijl ik denk, nou, ik begrijp je prima hoor. Dat heeft ook alles met vooroordelen te maken natuurlijk over wat anderen vinden en denken dat autisme is. Er is nog een hele wereld te verbeteren, denk ik. Maar wel goed dat je deze stap hebt gezet en dat het je dus gaat lukken, zo te horen. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik hoop dat mensen mij weten te vinden. Kan je het aanbevelen aan anderen? Wat precies? Om ZZP'er te worden als je dan toch aan het werk wil? Ik kan niet voor een ander praten. Het is voor iedereen verschillend. Want het valt me wel op, maar dat is misschien omdat ik erop let, dat ik zie dat veel mensen met autisme en misschien wel met een ruimere psychische kwetsbaarheid als ZZP'er starten.
En er is een hele hoos aan mensen die ook als ervaringsdeskundige start. Ik weet niet in hoeverre ze daar al dan niet succesvol in zijn. Ik weet wel dat er heel veel mensen hun eigen bureautje zijn gestart. Dus de concurrentie is groot in jouw sector? Als ervaringsdeskundige? Nee, eerlijk gezegd helemaal niet voor mij. Omdat ik het gewoon koppel met een academische insteek. En ondertussen... Daarin onderscheid je je. Ja, ik voel dat eigenlijk helemaal niet zo. Oké, nou, ik wil even kijken naar de reacties die binnengekomen zijn. Ik heb er hier twee gekregen. Welke voordelen van autisme bemerkt Karin in haar werk? Welke voordelen heeft je? Dat het je werkdomein is geworden is al een voordeel misschien, of niet? Dat is inderdaad een voordeel. En voor de rest heb ik een beetje moeite met de vraag naar de voordelen van autisme of de nadelen van autisme. Omdat ik dat een verkeerd gebruik van autisme vind. Ik geloof in eigenschappen van mensen. Ik geloof in karaktereigenschappen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik ben goed in structureren en ordenen. En dat doe ik heel veel in mijn werk. Mm-hmm. Maar wat ik niet vind kloppen is om te zeggen, ik ben goed in structuur aanbrengen omdat ik autisme heb. Dat is een voordeel van mijn autisme. Dan denk ik, daar gaat iets mis in de redenatie. En ik vind het heel belangrijk dat we ook weer teruggaan naar dat eigenschappen en karaktertrekken weer gewoon. Ja, moet het woord autisme dan maar vergeten of niet? Nee, maar je moet hem toelichten. Je moet hem goed gebruiken. En ik denk dat je moet uitkijken om allerlei menselijke eigenschappen toe te gaan dichten aan autisme of onder de paraplu van autisme te brengen, waar ze volgens mij niet horen, waarmee ze ook het medische domein intrekt. En ik zou het graag weer terugbrengen naar gewoon de normale wereld. Dus ook weer terug naar het normaliseren in plaats van het medicaliseren. Je krijgt in ieder geval bijval op de chat, zie ik, voor jouw verhaal. Ik heb nog een tweede vraag. Hoe ziet Karin dat ze aan de grens van haar belastbaarheid zit? Ja, helaas soms niet. Soms vind je jezelf terug in bed, bij wijze van spreken, of op de bank, totally burn-out. En denk je, dit was hem. Ja. Dus ik merk het natuurlijk wel steeds beter. Dus meestal voel ik wel aankomen dat ik moe word, dat ik overprikkeld word. Maar soms ben je gewoon te laat. En vallen en opstaan. En weer opnieuw opstaan, denk ik. Oké. We zijn er doorheen, door het gesprek. Bedankt voor jouw bijdrage alvast. Ik wil graag nog even aandacht vragen voor wat informatie. En dat gaat dan natuurlijk over het thema van vanavond. En dat is werk en open zijn. Zo is er een website Autisme Wegwijzer. U ziet hem nu in beeld. En onder het kopje werk staat hele handige informatie die je kunt gebruiken als je op je werk wilt vertellen over jouw autisme. Daar vind je ook een domein over veiligheid. Veiligheid is een onderwerp wat ook veel aandacht krijgt op deze website. Want je moet je veilig kunnen voelen om over jezelf te kunnen praten. Nou, wat houdt dat dan precies in en hoe beoordeel je dat dan? Dat staat daar ook allemaal op. Dus lees die informatie eens voordat je daarmee aan de slag wilt. En dan is er nog een tweede website waar ik aandacht voor vraag. En die heet UAZ. U ziet hem hier. Deze website staat vol informatie, handreikingen, tips enzovoort voor werkgevers of mensen die te maken hebben met, nauw betrokken zijn bij mensen met autisme. Ook een erg goede website, vind ik zelf. En dan tenslotte nog aandacht voor de website Autisme ten Top. Ook daar wordt veel aandacht besteed aan werk en autisme en de relatie. Dit was het voor nu. Ik bedank u allemaal voor de reacties. Er zijn toch aardig wat mensen in de chat geweest. Ik bedank jou nogmaals voor je aanwezigheid hier en je verhaal. En ik zie u graag terug bij een volgende uitzending.